Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 28 februari. Het wordt een mooie dag vandaag met een zonnige periode, maar er zijn ook wat meer wolkenvelden in vergelijking met gisteren. Als we naar het satellietbeeld kijken, dan kunnen we die bewolking ook heel aardig zien. Wolkenvelden met name boven België, dat is hoge bewolking. En die bewolking die schuift heel langzaam ook wat meer richting Nederland en verder zien we ook bewolking boven het noordwesten van het land. En die bewolking daar valt zelfs wat lichte neerslag uit, met name boven zee is dat het geval. Maar een enkel lichtbuitje kan er ook in Noord-Holland vallen, de eerste uren van de ochtend. Verder dus flinke zonnige perioden. Dat zien we dan ook hier vanochtend temperaturen zo tussen de 1 en de 3 graden bij een matige noordoostenwind. Er is dus wat hoge bewolking aanwezig en in het noordwesten wat meer dikkere bewolking. Geleidelijk aan breekt toch ook daar wel weer de zon goed door. En vanmiddag ziet het er alleraardigste uit met temperaturen tussen de 5 en de 6 graden en een matige noordoostenwind. Aan zee is de wind af en toe vrij krachtig. Dat is windkracht 5. En die wind die maakt het voor het gevoel toch ook wel wat kouder. Maar al met al een hele aardige dag. Vanavond ook nog wat wolkenvelden, met name in het westen. En vannacht zien we dan ook nog wat hogere bewolking. De temperatuur die gaat dalen tot iets onder het vriespunt op de meeste plaatsen. In het westen blijft het kwik waarschijnlijk net iets boven het vriespunt steken. De wind die is zwak tot matig uit het noordoosten. En morgen ja, dan ziet het er weer prima uit. Schrikkeldag is het dan en de temperatuur loopt op naar zo'n 5 tot 6 graden. Er zijn flinke zonnige perioden. In het noordwesten is iets meer bewolking aanwezig. Dinsdag gaat het weerbeeld helemaal veranderen. Vanuit het westen neemt de bewolking snel toe en in de middag gaat de regen vallen. Met name in het oosten van het land kan er ook enige tijd natte sneeuw vallen. De temperatuur die ligt dan in de middag zo rond de 2 tot 3 graden. Later in de avond stijgt het kwik nog verder naar zo'n 4 tot 5 graden. En vanaf woensdag is het dan weer ronduit wisselvallig weer met van tijd tot tijd buien en temperaturen overdag zo rond de 6 à 7 graden. Snachts kan het af en toe licht vriezen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een mooie zondag.